my god, wij krijgen serieus een liefdesbalkje erbij nu. We krijgen serieus een liefdesbalkje erbij. Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar al deze games. Vandaag ga ik verder met de Sims 4, beleef het samen. Noah is de wasbak aan het schoonmaken, want zoals je ziet is hij nogal heel erg vies. Wat ik wel altijd bijzonder vind, is dat ze de spons alleen in de wasbak gebruikt, maar heel het ding wordt schoon. Dat is altijd wel bijzonder, maar ja, we zijn nog altijd in de Sims, dus in de Sims kan alles. Joakim zie je daar zitten, die is net klaar met eten zoals je ziet. En we gaan vandaag weer een lekker dagje Sims beleven, ja dat lijkt me logisch. Even kijken, Joakim die gaat even dit bord zo hierin doen. Zo, dan verdient hij weer geld en dat vindt hij weer leuk. Gaat hij nu even douchen. Zoals je ziet, er komt hier groene, hoe noem je dat, stoom, rook vanaf. Ja, weet je wel dat het vies is. Maar ik kon het niet vinden, want ik dacht van, hé, wat staat hier dan? Maar toen deed ik net de muur omhoog en toen zag ik dat dit er stond. Dus die gaan we eventjes opruimen. Ik ben benieuwd of ze daarbij kan. Ja, daar kan ze blijkbaar bij op een of andere wondere manier. Vind ik erg bijzonder, maar ja, zoals ik al zei, in de Sims kan alles. Even kijken, de radio staat hier blijkbaar nog aan. Dat vind ik niet zo prettig, want dat is, kost allemaal weer stroom. En ja, er is hier toch niemand beneden, dus dat vind ik een beetje zonde. En de telefoon gaat. Ik hoor dat jij en Luke Wilson een vrienden zijn. Ja, dat weet ik. Luke Wilson, dat is dus de zoon van Oliver Wilson. Zeg ik dat nou goed? Oliver? Nee. Max. Max Wilson. De zoon daarvan, dat is Luke Wilson natuurlijk. En die is tiener geworden, maar ik zie hem hier nu niet tussen staan. Kent Joakim hem niet? Dat zou kunnen, maar dat zou raar zijn. Dit is nu Luke. Hij ziet er nu, ja, ouder uit, want hij is natuurlijk nu een tiener. Hij ziet er best wel oud uit, vind ik op zich, maar ja, dat is nu dus Luke. Die is nu dus een tiener. Trouwens, Rose, die wordt binnenkort ook een tiener. Oh, dat is over één dag, dus dat is de volgende aflevering, denk ik. Misschien nog wel deze aflevering, maar dat denk ik niet. Mitch duurt nog wel even voordat hij een tiener wordt. En Joakim, die wordt bijna een oudere, jongens. Terwijl Noah nog een volwassen moet worden. Dus er zit best wel een leeftijdsverschil tussen Noah en Joakim. Dus ja, dat is best wel een probleem. Oh, damn, look at that ass. Wat? Grapje. Nee, sorry, ik zou wel op. Dus ja, dan moeten we even kijken wat we... Ja, wat ik ga doen daarmee. Want het is natuurlijk niet echt leuk voor Noah om nou met een oude opa te hebben. Of nou ja, dat kan wel leuk zijn. Misschien dat ze dat zelf wel leuk vindt. Joakim zat te huilen om die film, zag ik. Dus we gaan nu stoppen. Ik ben die horrorfilm echt helemaal zat. Want iedereen zit er om te huilen en helemaal niks leuks aan. In ieder geval, wat ik even wil doen... dat wou ik in de vorige aflevering al doen. We gaan even langs bij de huisgenoten. Want zoals je ziet heb ik een nieuwe sim toegevoegd. En misschien één iemand die de sim heeft gemaakt van jullie kijkers. Die denkt nu van, oh dat is mijn sim. Want ik heb dus weer een popje gebruikt van die jullie hebben gemaakt. Dus we gaan er eventjes naartoe op visite. Dat vind ik wel gewoon eventjes leuk. We gaan alleen met Joakim. Dus let's go. Nou, we zijn er. Dit is het oude huis van Joakim. We mogen blijkbaar ook gelijk naar binnen. We hoeven niet aan te kloppen of zo. Dus dat is ook wel fijn. Even kijken, dit is de nieuwe sim, Lucas Stranger heet hij. En die is dus gemaakt door één van jullie die de serie kijken natuurlijk. En dat is nu de nieuwe huisgenoot van Sergio. Want Joakim woonde hier eerst samen met Sergio. Alleen toen ging Joakim natuurlijk bij ons wonen, bij Noah en zo. Dus dan vond ik het een beetje zielig voor Sergio dat hij alleen woonde dan. Dus ik heb hem een nieuwe huisgenoot gegeven. En dat is deze man, Lucas Stranger. Dus we gaan hem eventjes... ja, beter leren kennen, want waarom zouden we dat niet doen? En we gaan eventjes naar zijn carrière vragen, leren kennen. Hier, upsakee. Ik ben benieuwd wat hij voor baan heeft. Oh, hij is werkloos. Oh, nou dat is ja, niet zo prettig voor hem, denk ik. Waar is Sergio dan eigenlijk? Die zal wel aan het werk zijn of zo. Ja, ik heb geen idee. Maar die anders moet zijn. Kijk, we gaan even een dramatisch verhaal vertellen, want ja, drama is leuk. Nee, drama is helemaal niet leuk. Wat zeg ik nou weer? Nou ja, drama is soms leuk. Soms is het leuk om drama te kijken. Bijvoorbeeld een dramafilm of een dramaserie. Bijvoorbeeld GTST, misschien kijken jullie, sommigen van jullie het wel. Dat is best wel heel veel drama, maar sommige mensen vinden dat dus ook heel erg leuk juist om te kijken. Dus op zich, drama is niet altijd verkeerd, maar als je zelf drama hebt, dan is het minder leuk. Maar om het te kijken, dat vinden sommige mensen nog wel leuk. Vind jij het leuk om drama te kijken? Drama, films, series? Laat weten in de reacties. Ik vind dramafilms bijvoorbeeld wel leuk. Ik had bijvoorbeeld pas een film gezien, die heette The Impossible. Eigenlijk heet die Lo Impossible in het Spaans of zo, weet ik niet. En ja, dat is ook een dramafilm. Het gaat over een natuurramp die gebeurt. En dat vind ik dan weer wel heel erg leuk. Dus, nou ja, leuk. Het was niet leuk, want ik heb tranen met tuiten gehad bij die film. Maar ik vind dat wel, ja, ja, wel leuk om te zien. Zulke films vind ik wel leuk. Ook al is de gebeurtenis niet leuk, want het was ook echt gebeurd. Toch vind ik het leuk om te zien. Dus dat vind ik altijd wel
wel leuk, zeg maar. Wat is jouw favoriete filmgenre? Laat het weten. Als je niet weet wat een genre is, dat is zeg maar categorieën. Dus bijvoorbeeld een actiefilm, een tekenfilm, zulke dingen. Laat weten wat jouw favoriet is. Mijne is drama, actie, ja, soms. Nee, ja, horror soms. Maar meestal niet. Dat vind ik eigenlijk alleen leuk met veel vrienden of zo, of in de bioscoop. En romantische films, mwah, soms. Bijvoorbeeld de Titanic vind ik dan wel weer een superleuke film. Maar dat vind ik niet echt alleen per se een romantische film. Okay, nou, ik heb heel veel over films verteld, maar dat kan ook wel eens leuk zijn. Vinden jullie het leuk als ik soms zo over random onderwerpen praat tijdens het Sims? Laat het weten. Jullie moeten wel heel veel laten weten vandaag, maar laat het weten. Want dat is voor mij natuurlijk handig, want dan weet ik wat jullie leuk vinden en wat ik dus moet doen. Ik vind het best leuk om zo soms tijdens de Sims eventjes wat te bespreken. Gewoon iets randoms of zo. Ik vind het best wel leuk om te doen. We kunnen natuurlijk ook wel eens een keer wat anders doen dan alleen maar over de Sims praten. Dus ja, laat weten of je dat leuk vindt. Ik ben trouwens even met Joakim nu gitaar aan het spelen, want dat moet hij natuurlijk doen voor zijn werk. Dat is wel handig. Oh, hij heeft ook gelijk niveau 4. Nou, dat is helemaal mooi. Want hij moet... Oh, hij hoeft vandaag helemaal niet te werken. Oh, nou ja, dan hoeft hij het nu niet per se af te hebben. Maar dan toch ga ik het nu eventjes doen, want we zijn nu toch bezig. Iemand had trouwens ook een reactie achtergelaten dat hij het leuk zou vinden als de viool weer terugkomt in de familie. Want als je de serie al langer volgt, weet je dat de viool altijd een beetje het instrument van de serie was. Zeg maar, iedereen in de familie Wilson, we gaven de viool eigenlijk altijd door. Ik bedoel, Lily Wilson die begon met viool spelen en die had toen ook niveau 10 daarmee. Toen gaf zij het weer door aan haar dochter, zij weer aan haar zoon. En zo ging het eigenlijk heel de tijd door met die viool. Maar nu is dat eigenlijk een beetje weggevaagd. Want Noah, kan Noah überhaupt viool spelen? Nee, die kan het zelfs helemaal niet. Dus dat is eigenlijk een beetje weggevaagd. Maar volgens mij de broer van Noah, dus dat is Max, die kan volgens mij wel viool spelen. Maar het is nu dus in ons gezin zeg maar een beetje weggevaagd. Dus ik vind het wel weer leuk om de viool weer een beetje dat weer terug op te pakken. En dan wil ik dat eigenlijk gaan doen met Rose. Dat vind ik wel leuk, want Noah kan het nu nog wel gaan doen. Maar ja, Noah is natuurlijk al wat ouder en Rose is nog kind. Dus die kan nog heel veel leren. Dus ja, dat lijkt me wel leuk om met Rose te doen. Ik moet trouwens nog steeds soms hoesten. Ik weet het, het is vreselijk. Het is echt al super lang. Maar het gaat nu wel langzaamaan weg, het hoesten. Het begint nu wel echt helemaal weg te gaan. Maar soms, als ik veel praat, dan moet ik soms nog even hoesten. Oh, nu is Sergio er ineens wel. Oké. Okay. Ja, ik heb eigenlijk wel zin om met Sergio wat te doen. Want die jongen zien we eigenlijk nooit meer. Daar heeft Joakim wel mee samengewoond. Dus ik vind het wel leuk om eventjes met hem wat te doen. We gaan naar Koffietent Zuidplein. Met Sergio natuurlijk. Even kijken. Oh, hier is hij. Ja, we gaan eventjes wat met hem doen. Hartstikke leuk. Nou, we zijn in de koffietent met Sergio natuurlijk. Dit is Sergio. En Joakim en Sergio, die waren vroeger dus huisgenoten. Die woonden samen in hetzelfde huis. En ja, dat is nu dus een beetje weggevaagd. Of hun vriendschap is een beetje weggevaagd eigenlijk. Want zoals je ziet, ze hebben niet echt een goede vriendschap of zo meer. Dus dat gaan we weer een beetje proberen op te bouwen. Dat vind ik wel leuk. Ik kan hem ook even leren kennen. Volgens mij heeft Joakim ook al wat koffie besteld. Dus dat komt ook helemaal goed. Gaan we even lekker een bakkie koffie drinken. Even kijken, is dit voor Joakim? Oh nee, die is niet voor ons. Maar heeft hij überhaupt wel wat besteld? Anders gaan we dat even doen. Drankje bestellen voor hier. Wat zullen we eens bestellen? We gaan een café latte bestellen. Zo. Een lekker Starbucks drankje. Of nou ja, Starbucks. Dat andere koffiegebouw, er is nog een koffietent. Die lijkt echt heel erg op Starbucks. Deze niet echt. Maar die andere lijkt wel super erg op Starbucks. Oh my god, wat gebeurde er? Er gebeurt echt iets heel raars. Even kijken, maar er liggen hier ook boeken op de grond. Oké, okay, ja, het is maar wat je leuk vindt. Oh, de koffie spoot helemaal in haar gezicht. Of nou ja, de melk was het volgens mij. Even kijken. Van wie is dit? Oh, dit is van ons. Ja, nou, die gaan we dan even opdrinken natuurlijk. Oh, hij heeft het al gepakt. Met wie zitten we nou allemaal te praten? Hier, ik wil met Sergio praten. Ik bedoel, we gaan hierheen om met Sergio eventjes gezellig bij te kletsen. En dan gaat hij met allemaal andere mensen zitten kletsen. Klopt helemaal niks van natuurlijk. Oké, ik weet niet waarom die ineens achter de bar gaat staan. Een beetje raar weer. Oh my god, dat apparaat is echt heel erg smerig nu. Oké, kom, we gaan eventjes samen zitten met Sergio. Even gezellig. Even lekker romantisch. Of nee, niet romantisch. Yo, waar is hij nou weer? Oh, dan gaat hij... Oh, jongens, dan gaat hij weer weg. Ik wil hier nu samen zitten met jou. Sergio, als je nu niet komt, hè, heb je echt een heel groot probleem. Dan zwaait er wat.
Je krijgt echt een draai om je oor. Ik weet niet waarom. Maar waarom komt hij nou niet? Waarom wil hij niet met mij zitten? Ik kan mijn bewondering wel uitdrukken. Misschien dat hij dan met me wil zitten. Hier ligt ineens huiswerk van iemand. Ja, iemand blijkbaar vergeten. Wat hoor ik nou voor geluidje? Oh, ik dacht dat ik iets vreemds hoorde, maar dat viel wel mee. Ja, waar gaan we dan met Sergio zitten? Want hij wil blijkbaar niet met mij hier zitten. Nou, dan gaan we wel even ergens anders heen. Even kijken hoor. Nou ja, we zitten op zich nu ook wel samen. Oké, we gaan wel hier aan de bar zitten als hij dat zo graag wilt. Nou word ik er moe van. Over de huizenprijzen kletsen. Heel interessant, maar niet heus. Danstechnieken bespreken. Nou, een beetje interessant. Opfleuren. Niet echt interessant, maar wel leuk. Ik ben eigenlijk benieuwd, heeft hij nou een vriendin? Dus we gaan even vragen of hij vrijgezel is. Dat is wel leuk. Waarom zit deze mevrouw eigenlijk er nog steeds bij? Ik bedoel, we mogen haar helemaal niet. Dus waarom gaat ze niet gewoon lekker weg of zo? I don't know. Wat is charisma niveau 4 volgens mij bereikt? Ik heb een relatie. Hij heeft een relatie? Girl. Wacht, heeft Sergio niet met Jovan? Was dat niet zo? Dat is eigenlijk best wel erg dat hij met Jovan heeft. Want Jovan die heeft dus nu met, hoe heet hij? Hoe heet die gast? Oliver Wilson. Joey Wilson. Jovan heeft nu met Joey Wilson. En volgens mij is Jovan zelfs ook zwanger. Weet ik niet zeker of dat zo was, maar volgens mij wel. En, maar Sergio heeft ook met Jovan of zo. Dus Jovan heeft gewoon met twee mensen of zo. Dat is nou allemaal weer voor gekkigheid. Ik ga wel mijn interesses bespreken. Ik weet het allemaal niet meer. Weet je wat? Ik ga met Sergio flirten. Dat ga ik eens eventjes doen. Nou, niet ik, maar Jokin. Oh, dat is best wel erg. Waarom gaan we dit eigenlijk doen? Why am I doing this? Oh, hij accepteert het flirten ook nog. Ook al kijken we naar hem. In plaats van naar Sergio. Dat klopt niet helemaal, maar oké. Oh, ik vind het eigenlijk best wel spannend, jongens. Oh, dat mag eigenlijk niet, maar ik vind het eigenlijk best wel leuk om dit te doen. Dit is weer eens wat anders, jongens. Dit is zeker weer eens wat anders. We gaan ook een gewaagde vraag stellen. Oh my god, nu wordt het wel erg, jongens. Oh, wat... Oh, wat doet hij nou? Oh, hij zit met die andere man te praten. Met, hoe heet deze man? Maarten Mol. Waarom gaat hij niet gewoon lekker weg? Oh my god, wij krijgen serieus een liefdesbalkje erbij nu. We krijgen serieus een liefdesbalkje erbij. Oh, wat erg. Oké, we gaan compliment geven voor uiterlijk. Oh, dit is eigenlijk best wel erg. Oh, hij wijst ons nu keihard af of zo. Oké. Dat is nou weer een beetje jammer, Sergio. Dat had ik nou niet van je verwacht. Dan gaan we maar weer even flirten. Ja, wat moet ik dan doen? Oh, dat accepteert hij ineens weer wel. Nou, ik snap die jongen niet, hoor. Ik snap die jongen niet. Wat wil hij nou? Hier, ik ga wel weer een compliment geven over zijn uiterlijk. Misschien vindt hij dat weer wel leuk. Oh, nu wijst hij ons weer af. Ja, wat wil je nou? Nou, dan doe ik wel een soepel herstel. Jeetje, wat moet die jongen nou? Ik snap er niks van. Hier, we gaan weer flirten. Want dat vindt hij blijkbaar wel leuk als we gaan flirten. Hier, kijk, dat vindt hij wel leuk. Oké, weet je wat ik gewoon ga doen? Telefoonnummer uitwisselen. Misschien dat hij dat wel wilt. Oké, we gaan nu zijn reactie zien. Oh, daar is Joey! Even kijken, oké. We gaan nu kijken wat hij gaat reageren. Hoe gaat hij kijken? Oké, nee, hij kijkt niet zo blij. Hij kijkt een beetje geïrriteerd. Oh, hij gaat er zelfs van gapen. Nou, moet niet gekker worden. Nee, we gaan geen drankje meer bestellen. We gaan wel eventjes nog wat eten bestellen. Het is alweer super laat, zie ik. Het is... Hoe kan het nou weer ineens 12:30 s'nachts zijn, jongens? Ik snap helemaal niks van het spel. Oké, dat heeft niks met het spel te maken. Maar het is ineens super laat. Hoe kan dat? De tijd gaat echt gewoon te snel. Ja, we gaan nog wel eventjes met hem kletsen. Hier een grap over Sunset Valley of zo vertellen. Hartstikke leuk. Ik snap nog steeds niet waarom deze mevrouw, Saar Verbeek, niet gewoon weggaat. Ik ga haar nu gewoon wegsturen. Oh, ze gaat zelf al. Nou, gelukkig. Hier, kunnen we nog even met Maarten Mol gaan praten. Ik weet niet wie die is en waar die vandaan komt ineens. Maar oké, hij zit hier blijkbaar ook. Dus het zal wel. Hartstikke gezellig. Lekker met z'n drieën kletsen. Nou, het flirten met Sergio is een beetje mislukt. Maar ja, het is eigenlijk ook best wel erg dat we dat hebben gedaan. Maar ik vond het ook wel weer spannend en interessant om te doen. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat het kan sowieso niks worden tussen Jokin en Sergio. Want ze hebben allebei een relatie. En Sergio vindt Jokin helemaal niet leuk. Dus Sergio zal wel niet op mannen vallen. Of hij wil gewoon helemaal geen andere relatie. Dat kan natuurlijk ook. Maar toch vond ik het wel eventjes spannend of zo om te doen. Kom, we gaan met Maarten Mol flirten. Kom, we gaan vragen of hij vrijgezel is. Misschien is hij wel vrijgezel. Je weet het maar nooit, hè? We gaan het gewoon eventjes vragen. Het is gewoon een normale vraag om te vragen of iemand vrijgezel is of niet, vind ik. Oh, hij is vrijgezel, hoor.
Oké, dan gaan we even flirten. We gaan even flirten met Maarten Moel. Jongens, wat ben ik aan het doen met mijn leven? Of nou ja, wat ben ik aan het doen met Joe ook in zijn leven? Om het zo maar beter te zeggen. Oh, ik maak er echt een zooitje van. Maar op zich, ik vind het wel leuk om weer een keer een beetje spanning op te bouwen in de Sims. Gewoon lekker weer wat spannend, wat pit erin gooien, wat drama. Dat is natuurlijk, ja, kan natuurlijk ook wel eens leuk zijn. Oh, hij gaat er vandoor, maar ik wou nog naar zijn carrière vragen. Oh, nou, dan doe ik dat wel niet. Nou, eet snel je scone op, of weet ik veel wat hij aan het eten was. En dan gaan we nu naar huis. Ja, Sergio wil nog praten, dus doet hij maar een andere keer. Want het is veel te laat alweer, dat vind ik echt niet normaal. Dus we gaan snel naar huis, Sergio die blijft lekker weg. En, ja, ik heb het wel weer gezien deze dag. We zijn thuis en Noah en Rose die waren nog wakker. En Mitch zelfs ook, dus die gaan nu wel naar bed toe. Want het is 4 uur 's nachts, dus ik vind het een beetje raar dat die kinderen nog wakker zijn en zo. Maar ja, ze zijn ook helemaal nog niet zo moe, dus op zich moeten ze het dan maar zelf lekker weten. Mitch is nog even zijn huiswerk aan het afmaken, want dat moet natuurlijk wel. Zo, hij heeft het nu af en dan gaat hij nog eventjes snel naar de wc. Moet ook allemaal gebeuren. En dan gaat hij daarna ook lekker slapen, want het is echt alweer super laat. Echt niet normaal laat voor een kind van, ja, hoe oud zou een kind in de Sims ongeveer zijn? 10, zoiets. Beetje die leeftijdscategorie. 11, 12 misschien wel. Dus ja, dat is dan niet normaal om dan om 4:15 s'nachts pas te gaan slapen. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus hij gaat snel nog even wat slapen. Ook al heeft hij niet echt lang meer te slapen. Hij gaat het toch nog maar even doen. En jongens, dan was dit natuurlijk weer de aflevering voor vandaag. Dus doe weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.